Mijn naam is Arm Kolber en ik werk bij Vodafone. Ik wist vroeger nog niet dat ik in de techniek wilde gaan werken. Gaandeweg, als je opgroeit, rol je daar eigenlijk vanzelf in. Je krijgt dingen voor elkaar, je bouwt dingen, je kunt andere mensen helpen met techniek. Dat is gewoon heel erg leuk om te doen. Of dat nou het repareren is van de tv, of gewoon echt producten en services bouwen voor Vodafone. Dat zit eigenlijk in essentie heel dicht bij elkaar. Wat anders is bij Vodafone, is dat we in een platte organisatie met relatief kleine teams snel en efficiënt de juiste producten naar de klant proberen te brengen. Waar we heel erg enthousiast over zijn, is het creëren van nieuwe producten en services. Als je kijkt welke impact dat op de gemeenschap heeft gehad in de laatste 15, 20 jaar, dat is enorm. En het is fantastisch om te zien dat als je over straat loopt, dat de mensen jouw producten en services gebruiken. Blije gezichten, we veranderen de gemeenschap op die manier. Het dilemma wat we hebben, is dat de business bij de architectuur bij elkaar brengen. De business wil heel snel, nu, morgen, met een product naar de markt. Terwijl vanuit architectuur hebben we een lange termijn strategie. En hebben we een andere behoefte om te zorgen dat we dat op een sustainable manier doen. Wat er heerlijk is aan het einde van de dag, even een stukje te gaan fietsen. Waar je op het werk heel veel nadenkt over plannen van 3 tot 5 jaar, is het heerlijk om op de fiets te zitten en dan gewoon hier en nu is het probleem die berg opkomen. Werken bij Vodafone is leuk, zeker binnen technology, omdat er veel verandering is. We veranderen de wereld, als je wil. En onderdeel daarvan te zijn is geweldig.